De ijsbaan in Leiden. Geloof jij er nog in? Wethouder zegt, we hebben hem gered. Zie jij dat ook zo? Nou ja, het is natuurlijk een positief verhaal ten opzichte van waar wij op 15 december hier op het Stadhuisplein stonden. Het college stelt nu voor om voor een 250 meter baan financiering te gaan zoeken in de regio. En dat is een positieve draai ten opzichte van december. Maar als de wethouder zegt, de ijshal is gered, hè, we hebben geld gevonden voor de ijshal. Geloof je er dan in? Is de ijshal al gered? Nou, we staan nog niet op 100% ijs. En op dit moment is de 60% van de financiering is geregeld. En ja, in de sport gaan we voor alles. En we zitten maar op 60%. Nou zegt wethouder Dirks, het is niet meer dan logisch dat wij, omdat het een regiofunctie is, dat we ook de regio om een bijdrage vragen. Maar is het ook realistisch? Dat is weer een hele andere vraag natuurlijk. Nee, ja, kijk, dat is de keuze die hier in Leiden nu wordt gemaakt. Dat ze graag op zoek gaan naar regionale financiering voor een regionaal accommodatie. Maar er zijn natuurlijk meerdere accommodaties in Leiden die ook een regiofunctie hebben. Leiden is gewoon heeft als stad een regiofunctie. En het is nu aan het college en aan de raad om te kiezen van, zijn wij zelf voor die ijsbaan? Of willen we daar echt de regio financieren? Natuurlijk, maar is het realistisch om de regio in te gaan? Hè? Als jullie kennen de regio ook, jullie kennen de gemeente in de regio. Ja. Is dat realistisch? Nou ja, wij hebben al, na de kaderbrief van vrijdag hebben wij ook onze zegeningen geteld. En we denken, ja, als je kijkt naar de regiogemeentes kijkt, Voorschoten, Oesgeest. En er zitten wat positieve geluiden uit Alphen en Leiden-Dorp. Ja, ik denk dat het een hele grote uitdaging wordt. Maar wij in de sport zijn van uitdagingen. En we zijn vooral op zoek van hoe gaan we het wel zorgen dat ijs er komt. Ja, maar wel een uitdaging die je zelf kan aangaan. En dat is nu niet het geval. Nee, niet helemaal. Ik bedoel, Paul Dirksen wil zijn schouders eronder zetten dat die 176.000 euro per jaar uit de regio komt. Voor een 250 meter baan. Nou ja, daar zijn wij op zich positief staan we er tegenover. Maar vorig jaar om deze tijd in juli hadden we het over een hele andere variant. En dat valt bij ons nu tegen. Want we zouden voor een 333 meter variant naar de regio gaan voor 150.000 euro per jaar. En nu is het zo dat we dus voor de kleinere variant 250 meter al. En dus wij maken ons erg. Voor meer geld ook. Voor 176.000 euro de regio in moeten. Voor meer geld. En het gaat om jaarlijkse bijdragen vanuit de regio. Hè? Dus het is niet eenmalig 176.000 euro. Dan zou je misschien kunnen denken, ja, dat lukt wel. Dat is geen probleem. Nee, maar het is een grote uitdaging. Ook voor die 250 meter baan is de grote uitdaging. En wij vinden deze periode ook spannend. Er wordt natuurlijk overal nagedacht over, jeetje, hoe staan de gemeentes ervoor? Hoe staat het financieel ervoor? Hoe staan we ervoor richting de gemeenteraadsverkiezingen? En dat is natuurlijk wat wij als ijsvereniging en vinden wij erg spannend. Vorig jaar, dat noemde jij al, toen werd er nog gesproken over een 333. En was er geld voor een 250? Ja. Er is vorig jaar heeft de raad een besluit genomen. We gaan voor een 250 meter variant en we gaan voor 333 gaan we naar de regio in. Dus op dit moment ligt er een ander voorstel van het college en zal de raad het besluit wat men vorig jaar genomen heeft, daar zal men op terug moeten komen. Ja, maar dat is apart toch? Want eigenlijk, nou, die 250 banen waren jullie al. Ja, goed. En dat is ook waar wij nu naar onszelf kijken. Jeetje, hadden wij vorig jaar al voor een 250 meter variant gegaan? Nee. Want wij vinden nog steeds de 333 meter variant hoort bij de ambitie van de ijsverenigingen en past ook bij een stad als Leiden. Ja, want eigenlijk willen jullie nog steeds die 333, als ik het goed hoor. Ja, de wens bij verenigingen is gewoon, we moeten gewoon kijken wat past bij de ambitie van de ijssport in de regio Leiden. Maar dan worden jullie toch keer op keer teleurgesteld? Ja, je mag ook best weten, het kost best wel veel tijd en energie om te zorgen dat we uiteindelijk naar 100% ijs gaan. Ja, maar jullie blijven zo rustig eronder. Het blijft maar positief. Positieve acties bij het stadhuis. Ja, maar positief in de media. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, het is klaar. De grens is bereikt. Er is ons gezegd dat er voor de zomervakantie zou er een besluit komen. En wij maken ons erg zorgen over hoe dat besluit eruit gaat zien. En we vinden het spannend over hoe de komende periode zal zijn. En natuurlijk kunnen we boos worden, maar we zijn ook hartstikke blij dat dit college nu wel gedraaid is richting een positieve richting van de ijshal. Daar moeten we natuurlijk als blij mee zijn. Uiteindelijk brengt de ijssport ook zelf geld in. Ten opzichte van andere sporten in Leiden, denk ik dat het een mooie business case is die er ligt. Daar zijn we echt voorstander van. En wij vinden ook dat het college daar achter zou moeten gaan staan. Ja, je noemt al andere sporten. Jullie nemen zelf geld mee, dat is dikke miljoen. Andere verenigingen, zoals de zwemvereniging, die staat er eigenlijk het beste voor. Want er gaat een nieuw zwembad komen, daar gaat ook nog eens een keer geld bij. Kijken jullie met enige jaloezie daarnaar? Denk je van, jeetje, waren wij maar het eerste besluit geweest in dit rijtje? Ja, nou, dat heeft niks te maken met jaloezie.
Dat heeft te maken met, jeetje, wat opvallend dat men nu extra geld investeert in een andere sportaccommodatie. Of het nou het zwembad is of de sporthal. Daar maakt de gemeente Leiden andere keuze in. En nu wordt de ijsport wordt gedwongen om, of eigenlijk het college dwingt, om andere gemeentes mee te gaan financieren. Maar ik bedoel jaloezie in de zin van niet op dat zij een zwembad krijgen, maar op hoe het proces verlopen is en hoe dat eigenlijk gunstig is heeft uitgepakt voor het zwembad. Omdat zij nou eenmaal het eerste zijn waar een besluit over genomen is. Ja, nou, dat is een proces dat natuurlijk wel jaren loopt. En wij zijn sinds vorig jaar maart volop aan de bak om te zorgen, omdat we gewoon weten, het kan zo niet langer aan de Vondellaan. En het langer openhouden van de ijsbaan is gewoon, dat is al te lang blijven liggen binnen dit college. Wat kunnen jullie nog? Want het is niet helemaal in jullie handen. De regiogemeente moet €176.000 jaarlijks meebrengen. De vraag is of zij dat gaan doen. Wat kunnen jullie nog? Nou, wij gaan in ieder geval zorgen dat de Leidse politiek, de raad, gaan we wijzen op hun verantwoordelijkheden. Die ze kunnen nemen als raad om te kijken wat heb je als eerder besluit genomen. En daarnaast zullen wij zullen moeten samenwerken met de gemeente Leiden om te kijken van hoe gaan we 100% ijs financieren. En dat gaan we doen. Zit die 33 baan er nog in? Ik denk dat die er nog in zit. Ja. Maar dan moet wat gebeurt er als er niks komt? Geen ijs? Als er niks komt, dan is dat dan blijft de huidige ijsbaan nog 10 jaar open. Daar moet fors in geïnvesteerd worden om die open te houden. En uiteindelijk zal dat zal de doodsteek zijn voor de ijssport in Leiden. Ja, dat is wel een treurige conclusie die we dan trekken. Op het ja, einde. Maar daar is dan is dit. Is het overdreven ook? Of met over 10 jaar kan er weer een nieuw plan liggen voor een nieuwe ijshal? Ja, maar dan weten we zeker dat er kinderen zijn die de komende jaren niet meer in de ijssport zullen stappen. En dan heb je dus een gat van 10 jaar, wat er uiteindelijk voor zorgt dat je zowel in Leiden als uit de regio geen talentvolle schaats meer kan. Inspreken wordt het dan, hè? Het wordt inspreken, ja, 20 juni. Succes. Dankjewel.